Na Pimaj volgt nog een lange rit naar Petsulanok. We rijden door een ruig natuurgebied over een al goede weg die nog voortdurend verbeterd wordt. Om 4:30 stoppen we bij een pleisterplaats langs de weg. Geen dorp, maar een kleine woongemeenschap die leeft van het passerende verkeer. Hier is geen luxe, maar er is wel van alles te koop. En de mensen hier hebben het best naar hun zin. En dan is er nog het Weidse landschap. Wat zou je zeggen van een bamboebed met dit prachtige uitzicht? Maar deze bewoner kijkt toch liever de andere kant op. De rit gaat verder door dit ruige gebied dat er nogal droog uitziet, want het heeft hier de laatste tijd maar weinig geregend. Bij de volgende pitstop zijn zware machines met de weg bezig. Maar let op, de bestuurder van dit enorme monster is een tenger meisje. Ook hier een soort minidorp. Met nog veel meer kramen en winkels dan bij de vorige stop. Vroeg in de morgen staan we met onze huurfietsen klaar om het historische park van Sukhothai te gaan verkennen. De eerste tempel die we bezoeken is meteen de grootste, de Wat Maha Tat, ofwel Tempel van de Grote Reliquie. Deze tempel werd gesticht tussen 1292 en 1347 en werd de belangrijkste tempel van de stad en van het koninkrijk Sukhothai. Alle tempels zijn nu ruïnes, maar het historische park is prachtig aangelegd, met vele lotusvijvers. Voor het onderhouden van een lotusvijver heb je een gespecialiseerde tuinman nodig. Sukhothai hoorde aanvankelijk bij het grote Khmerrijk, maar in 1238 verklaarden twee Thaise krijgsheren zich onafhankelijk en vestigden een Thais koninkrijk. Met de hulp van Ceylonese monniken werd het Theravada-boeddhisme ingevoerd als staatsgodsdienst. In 1378 vielen de legers van Ayutthaya het koninkrijk binnen en na een lange strijd om de troonopvolging werd het uiteindelijk onderdeel van het koninkrijk Ayutthaya.
Wie niet kan of wil fietsen naar de volgende tempel, kan zich ook per tuk-tuk laten brengen. De Wat Sri Savaya is een tempel in Khmer-stijl. Hij heeft drie goed bewaarde torens of prangs, die de Hindoese drie-eenheid symboliseren. Dit is een van de oudste tempels in Sukhothai en hij werd omstreeks het jaar 1200 opgericht als Hindoe-heiligdom voor Vishnu. Rond de 14e eeuw werd de tempel aangepast aan de behoeften van het boeddhisme. Aan de overkant van dit bruggetje ligt de Wat Sra Si, die ook wel de tempel van de lopende Boeddha genoemd wordt. Maar gezien de zwierige houding van het beeld, wordt het ook wel de Swinging Buddha genoemd. Ramkhang Heng was een van de belangrijkste koningen van het Sukhothai-rijk en dit monument is aan hem gewijd. Op deze stelen liet hij officiële teksten bijtelen, want hij was tevens de ontwerper van het Thaise schrift. Zelfs na bijna 800 jaar is hij niet vergeten. En zelfs jonge mensen brengen hem hier dagelijks offers van wierook, kaarsjes en bloemslingers. De Wat Si Chung is de meest mysterieuze tempel van Sukhothai. Het lijkt alsof de enorme Boeddha ons aanstaart door de muurspleten van de mandapa waarin hij zit. In werkelijkheid kijkt hij ons niet aan, maar heeft de ogen geloken. Heel mooi aan deze Boeddha zijn de sereen op de schoot liggende handen. Het is al bijna avond als we in ons hotel in Lampang aankomen. Als we 's avonds het stadscentrum ingaan, lopen we zomaar ineens tegen onze eerste echte Thaise avondmarkt op. In de smalle straatjes wemelt het van de mensen die bij allerlei kramen groenten en fruit, vlees en kant-en-klare gerechten kopen.
Behalve het buitengebeuren is er ook een grote overdekte markthal. Maar het leukste is de food court, waar keukentjes met verschillende gerechten rondom gemeenschappelijke tafels en stoelen zijn gegroepeerd. Je bestelt je gerechten bij één of meer van de keukentjes en kunt ze aan tafel opeten. Een zeer voordelig restaurant. Thailand zou Thailand niet zijn als er in Lampang ook niet een hele bijzondere tempel zou zijn. De 15e eeuwse Wat Prathat Lampang Luang. De monumentale trap wordt bewaakt door fabeldieren. De Wat Prathat Lampang Luang is een boeddhistische tempel in Lanna-stijl. Wat betekent tempel. Het volgende woord, Prathat, betekent boeddhistisch reliquie. Daarna volgt de naam van de locatie, in dit geval Lampang. Het laatste woord, Luang, betekent veel. Vrij vertaald is dit de tempel van het boeddhistische reliquie in Lampang. In de centrale chedi van de tempel zou dus een reliquie van de Boeddha worden bewaard. Meestal gaat het bij zo'n reliquie om botten en as, verzameld naar de crematie van de Boeddha.